Het is hier vrieskoud, alles is bevroren. Ook het huisje, de reebeuren en de kachel brandt. En Poes is ook al wakker. Ja, dat is Snoopy. Kom, gaan we lekker naar de kamer. Gaan we lekker hier zitten. Ja, helemaal blij. Oh, toetelbeest. Lekker weer een leuk filmpje van jou. Hè? Dan op veilige afstand gaan zitten kijken naar de reeburn. Want dat snap je nog niet helemaal. Dat is warm en dat is leuk. En dan komen geluidjes uit. Maar jij krijgt geen kaarsjes. Want dat is niet goed voor jou. Denken wij. Hè? En ik ga een lekkere pantosti maken. Ja, daar ben je het helemaal niet mee eens. Maar een kaarsje gegeven. En daar was jij een beetje ziek van volgens mij. Dus krijg jij geen kaas, maar kaas snoepjes ter compensatie. Hè, beest? Ja. Het is dinsdag. Top dat jullie weer kijken naar een nieuwe ateliervlog. Ik ben vandaag bezig met de tekst voor de Koppen Maandagprent. Die ligt hier al klaar. Die heb ik gisteren helemaal mooi klaargemaakt. Ik zit nu te wachten op de films voor het belichten van de clichés. Als die er zijn, kan ik de clichés gaan maken. Kan ik de Koppen Maandagprent gaan drukken. En dan heb ik ook de twee tekeningen voor het verhaal van de diva. Wat vervolgens gedrukt moet worden. Daar moet over geschilderd worden, maar ik heb hem besloten om eerst een schilderij af te werken wat ik al opgezet heb, wat al ver klaar is en wat onderhand echt naar de galerie toe moet. En dan pas gaan werken aan de schilderijen voor het DIGA-project, want dat begint pas van het voorjaar, dus dat heeft geen echt haast. Dat heeft wel haast. Dus daar ga ik me vandaag mee bezighouden. Dit is de complete tekst voor mijn Koppen Maandagprent. Ik vind het altijd een prachtig gezicht, zo'n blok met lettertjes. Ja, zolang ik op de films moet wachten, ga ik met dit schilderij verder. Ja, dat is al ver klaar. En ik heb nog een heleboel details geschilderd. Dat is zomaar nog niet eventjes afgewerkt. Maar dat is een aantocht. Daar ga ik me vandaag mee bezighouden. Buiten wonen de vogeltjes. Dat weet jij inmiddels ook. Hé? Nee? Ja, filmpjes maken wordt een beetje moeilijk met jou, hè? Oh, troetel. Ja. Dit is helemaal leuk. Er komt een lakzegelstempel voor de Koppen Maandagprent. Met Gutenberg zegellak rood. Ik heb net telefonisch contact gehad met Paul van Repro Hermans. En die is zorg aan het dragen voor dat dit helemaal goed op film komt te staan. Zodat ik zelf mijn clichés kan gaan drukken. En daar zijn ze vandaag mee bezig. En ik denk dat hij morgen op de post gaat. Dus dan kan ik daar ook weer verder. Maar nu ben ik ga verder met dit schilderij. Waar ook een poes op voorkomt. Een hele hoop afgezaagde bomen. Ik ben hierover aan het nadenken hoe ik hiermee verder moet. Want dat is het eerste belang wat ik nu moet gaan proberen uit te vogelen. Wat ga je hier nou nog verder aan doen? En welke richting gaat het in? Nou, buiten is het echt vrieskoud. Alles staat helemaal stijf gevroren. Je kunt ook met een schep de grond niet in. Dikke klap ijs op deze kuip. Ramen beslagen. Nou is het zo dat door de ramen hier de temperatuur binnen in het boekbindateliertje al van automatisch wat oploopt. Overigens ook dubbel glas allemaal hier, hè? Ik ga even boven kijken bij mijn diertje. Die ligt hier te slapen. Het is hier een stuk frisser als beneden. Dus heb ik hem lekker dik ingepakt in mijn vliesvest. En dat vindt hij wel fijn. Hé, Poes? Lekker warm in zijn eigen wolletje. Het is een hele uitzoekerij om te kijken hoe
nog overgebleven bomen erbij staan en hoe afgezaagde bomen erbij staan. Dat is eigenlijk een beetje de kern van dit verhaal. We zagen ons eigen bestaan onder onszelf vandaan. En dat is wat die clown ziet. Hè? Die is op zoek naar geluk. Hè? Die heeft een lantaarntje meegenomen. Want geluk is alleen nog maar met een lantaarntje te vinden. Maar het wordt wel een heel gaaf schilderij, denk ik. Het is een kwestie van voorzichtig schetsen. Want je zet er gauw te veel in. En heel goed opletten wat je doet. En ik weet wat het beeld is wat ik ongeveer wil gaan zien. Dus dat begint wel aardig te ontstaan zo. En zo groeit heel langzaam maar zeker zo'n schilderij tot een eindresultaat. Ik zoek nu zo'n beetje de balans tussen drukkerij en schilderij. Het moet een beetje gelijk opgaan. Het is een evenwichtsspel eigenlijk. Want ik wil net zoveel gaan schilderen als wat ik ga drukken en andersom. Dus verhalen schrijven, tekenen, schilderen, exposeren, etc. Dat moet allemaal gelijk opgaan. Het is een veelomvattend atelier geworden op dit moment. Maar het is inmiddels bijna 5:00. Ik ga voor het avondeten zorgen. En genieten van de lekkere warmte in mijn eigen huisje. Want in huisje wel tevreden brandt zowel de kachel als de reeburn. Ik heb vandaag restjesdag. Restje macaroni. En snoepie krijg ik kip. Als avondmaaltijd. Kip van Shiba. En ik geloof dat hij dat wel het lekkerste vindt van dit merk.